Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een geheel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Fotstapien Automotief Components Bunschoten zijn maar liefst meer dan 100 collega's uitgenodigd voor een jubileumsreunie. Nou, het belooft een heel gezellig samen zijn te worden, waarin zelfs nog een aantal verrassingselementen zijn verwerkt. Interessante detail nog, deze man is uit 1935, dat is echt, ik ben altijd de oudste in iedere meeting die ik hier heb, ik ben van 60, dus nog een snotneus denk ik vanuit uw perspectief, dus dat is ook wel weer eens fijn om dat te ontmoeten, dus mooi. Moeten we hier dan staan een beetje, kunnen we een dame foto's maken? Bert Koelewijn, manager quality. We staan hier in een bedrijfsschool. Hoe belangrijk is het voor de nieuwe generatie om hier toch je loopbaan te starten? Heel belangrijk. Dit is de bakermat van eigenlijk wat achter ons zit, de fabriek. Hier wordt jong talent opgeleid om in de markt competitief te blijven. De technieken te blijven beheersen die enorm dynamisch zijn in de markt. Dus het is bijzonder belangrijk dat jonge mensen hier hun opleiding krijgen wat in lijn ligt met de materie, met de technieken die wij hebben om onze uiteindelijke klant op tijd, in de juiste kwaliteit, tegen de juiste kostprijs te kunnen beleveren. Dus ontzettend belangrijk. En je kan op verschillende posities ook verder werken natuurlijk naar een ander niveau. Ja, klopt. We bieden hier eigenlijk een breed spectrum aan van opleidingen. Waar de oudere opleidingen die we al jaren eigenlijk hier in de leerschool hadden, zoals gereedschap maken en als medewerker van maintenance, hebben we nu ook robotprogrammering en alle nieuwe technieken. Met nieuwe cameratechnieken, virtual reality en al dat soort nieuwe ontwikkelingen bieden wij hier ook aan op mbo 4, maar ook op hbo niveau. Dus eigenlijk een speeltuin voor iedereen die door wil in zijn leven. Dit is zoiets moois om te komen doen. Wat wil je nog meer, hè? Dit is een cadeautje als je hier werkt en als je hier mag leren. Ja, en ja, jij bent hier ook al een heel aantal jaren werkzaam. Hoe is het voor jou nou op zo'n dag om al die oud-gedienden weer te zien die dit bedrijf toch eigenlijk groot gemaakt hebben? Ja, dat is een super. Dat is gewoon een enorme krent in mijn persoonlijke taart. Om die mensen weer te mogen zien, te mogen begroeten, te mogen spreken. Wat ik wel grappig vond is, als heel veel van die mensen vroegen, hey, werk jij hier nog steeds? Ik dacht, kom, heb je zo'n moment. Dus dat is niet zo, ik mag nog 3,5 jaar, maar het is gewoon super gaaf om hier nog te mogen werken. Ik ga elke dag fluitend aan mijn werk. Super gaaf om te doen, mooie teams. En heel leuk om die oude mensen nog even te kunnen bedanken voor, uiteindelijk hebben zij ons gebracht waar we nu zijn. Frank Swaans, Managing Director. Hoe belangrijk vonden jullie het om ook de oud-gedienden bij dit feestelijke gebeuren te betrekken? Je bent zelf 4 jaar hier in dienst. Dan weet je ook dat je een soort erfenissen krijgt van de jongens die hier altijd gewerkt hebben. En dat is het moment dat je dat jezelf realiseert, dan wil je ook graag daar fatsoenlijk mee omgaan.
En is dus het binnenhalen van de mensen die hier altijd gewerkt hebben, is zo vanzelfsprekend en zo belangrijk. En het spreekt zich ook goed rond naar de mensen die hier momenteel werken. Omdat die het ook wel voelen dat het uiteindelijk, het is ook een beetje een familiebedrijf. Natuurlijk hebben we een Oostenrijkse moeder, maar de sfeer in het bedrijf is toch ook wel altijd hebben samen zaken willen oplossen. En daar horen de mensen die hier gewerkt hebben net zo goed bij als de mensen die hier vandaag werken. Ja, want u haalde dat nog aan in uw toespraak. Hè? Het is heel bijzonder dat families hier gewerkt hebben. Ooms, neven, ja. Broers, ja. Noem maar op. Ja, ja, dat is erg opvallend. Dus ik kom zelf niet uit de buurt. Maar het aantal mensen met dezelfde achternaam is best hoog in ons bedrijf. En we hebben ook tweede en derde generaties mensen binnen. Dat is een heel fijn signaal. Dus als je eigen zoon of dochter... vertelt dat het misschien een leuke plek is om te komen werken hier. Hoe mooi compliment is dat uiteindelijk. Dat maakt ook het familiegevoel wat je graag als directie wil hebben. Je wil uiteindelijk toch samen iets bereiken. Dat is echt fijn hier. Ja, ja, het bedrijf heeft een onnoemelijke ontwikkeling doorgemaakt. Hè? 350 robots zijn hier in gebruik. Ja. En het bedrijf heeft de tand des tijds doorstaan. Ja. Nou, toch wel iets om trots op te zijn, toch? Als je helemaal teruggaat naar de kazijnen, naar ik begrepen heb in het begin. Als je ook kijkt naar het aantal gebouwen wat we hebben. Ik ben in de eerste twee weken ben ik twee keer verdwaald in mijn eigen fabriek. Omdat we erg veel hallen bijgebouwd hebben. Het toont in mijn ogen de creativiteit en de flexibiliteit van de mensen. Om te dealen met de situatie zoals het er is. En dus kun je overleven als bedrijf. Zoals ik al gezegd heb, het creatieve karakter wat in deze club zit, maakt ook dat ik vertrouwen heb dat we de komende jaren ook gewoon klaar zijn voor wat dan ook komen gaat. De wereld is best in beweging momenteel en daar moet je mee dealen. En ik heb er heel veel vertrouwen in, daarom staan we ook niet voor niks in de bedrijfsschool. Als we met de juiste opleiding, de juiste doelen stellen, dat we met de creativiteit die we hebben ook gaan bereiken wat we willen. En dan ligt er een mooie toekomst rond in het verschiet. Dankjewel en veel succes. Dankjewel, graag gedaan. Ja, waar die enkel die platen ook al was. Ja, hier is een aantal. Albert Heuveling, hoe is het om hier vandaag weer te zijn? Bijzonder. Ik ben hier, heb hier 31 jaar gewerkt. Van 1962 tot 1993. Dus ik ben al 29 jaar thuis. Weet je nog wel wat werken is? Prima. Neem ons eens even mee. Hoe was die tijd toen jij daar werkte? Hier werkte eigenlijk, hè? Dat, ik heb altijd in kozijnen gewerkt, een kozijnenmagazijn. Dus, en ik heb altijd nog gezegd, en dat blijf ik zeggen, ze hebben dat been nooit aan moeten stoten. Dat was het. En met 25 jaar bestaan, zei directeur Arts, het is ons aller brood. Dat vergeet ik nooit meer. Ja. En ik heb met plezier hier gewerkt. Nou, dat is heel belangrijk, hè? Ja. Tijmen de Jong, hoe is het om hier op deze dag aanwezig te zijn? Fantastisch. Echt, je kent heel veel mensen. Oud-medewerkers. Heb je al wat oude collega's alweer gesproken? Ja. Heel veel bekende collega's daar trouwens. Ik geloof dat ik haast iedereen ken die je nog geholpen hebt. Het hele dorp werkt in hier gewoon? Die ik gezien heb, ja. Op wat voor afdeling heb jij gewerkt? In de vlakkenmaatmagazijn en de rollenmagazijn. En daar ben je, de eerste hal gezet. Daar ben je de hele tijd gebleven? Nee. Ik begon in de bankhuizerij. En toen ben ik in de kozijnenfabriek terechtgekomen. En toen weer op een andere afdeling. Tot op een gegeven moment dat er... Een baas kwam van, ik wil jou wel bij de bandsnijerij hebben. En toen ben ik bandsnijer geleerd. Toen heb ik onderlangs weer mensen geleerd. Toen ben ik dus voorman geworden in het rollenmagazijn en vlaggenmagazijn. Dus je hebt je best wel ontwikkeld in het bedrijf, hè? Ja. Ik heb wel een stuk of vier afdelingen gehad, zo'n beetje. Ja, en wat opvalt is dat echt de hele families hier gewoon gewerkt hebben. Ja. Want een broer van jou is hier ook aan het werk geweest, toch? En mijn vader. Die is daarmee begonnen? Die is daarmee begonnen, ja. Ik was 13 jaar en toen mocht ik eigenlijk nog niet werken. Als ik 13 jaar ben.
Want is mijn vader is naar Van der Goud geweest, naar de personeelschef. Van, ik heb een eentje thuis zitten, maar die wordt pas volgend jaar 14. Nou, laat hem maar komen. Nou, dan ben ik hier een half jaar geweest met 13 jaar. Wat niet mocht. Nu mag het helemaal niet meer natuurlijk. En zo ben ik alweer een beetje in gerold. Niet te geloven dat jij op zo'n jonge leeftijd al zo in het arbeidsproces werd meegenomen. Vroeger, dat doorleren, dat was er niet, hè. Met je moeder en vader zei werken, er moet geld op lang komen. En het is best goed gekomen. Het is goed gekomen. Peter de Graaf, wat was dat een grote verrassing voor jou vanmorgen toen jij de munt overhandigd kreeg? Ja, dat was zeker een verrassing. Maar ik ben ook een van de oudsten, hè, van de gepensioneerden. Dus. Hoeveel jaar is het geleden dat jij hier gewerkt hebt? Ik heb 40 jaar hier gewerkt en nu is het 27 jaar alleen. Ongelooflijk. Hoe heb je het hier in dit bedrijf ervaren? Geweldig. Een super bedrijf. Dus. Wat heb jij altijd gedaan? Ik heb altijd in de kozijnenfabriek gewerkt. Die had je toen nog, hè? Ja, die had je toen nog. Jammer dat die weg is. Dus. En dan ben je altijd gebleven bij de kozijnen? Ja. Wat was jouw taak daar? We begonnen op de werf voor. En later heb ik mijn eigen opgewerkt door kussen en zo, dat de afdeling was. Dus. En nu vandaag hier, heb je al veel oude bekenden ontmoet? Ja, want de kozijnenfabriek niet binnen is zoveel meer. Heb ik niet zoveel gezien, een paar. Maar voor de rest... Maar dat is ook zo, hè? Want jij hebt al een hele hoge leeftijd bereikt. Maar wat vind je van het initiatief dat ze jullie allemaal nog gevraagd hebben? Dat vind ik geweldig. Echt waar, super. Dat kan niet beter. Jaap de Graaf, was het een verrassing voor jou dat jij een uitnodiging kreeg om hier dit feest mee te vieren? Ja, dat was het zonder meer, ja. Want ik weet nog dat we 60 jaar bestonden en toen hebben ze er niks aan gedaan. En ik dacht van nou, 75, daar gaan ze ook helemaal niks meer mee doen. Maar ik was blij verrast, ja. En hartstikke leuk om hier weer te zijn en oud-collega's nog eens een keer terug te zien. Wanneer ben jij hier begonnen? Ik ben hier gestart toen was ik 15 jaar in 69. Wat een jonge leeftijd, hoor ik allemaal, hè? Ja, maar ja, toen was dat vrij normaal. Dat je 16, 17 jaar, dan had je een beetje je opleiding gedaan en dan ging je aan het werk. En als je je school niet afmaakte, dan moest je aan het werk. Ja. Maar neem ons dus mee in het bedrijf. Hoe was jouw ervaring? Het is eigenlijk niet meer te vergelijken met zoals het nu is. We hadden nog maar een paar halletjes staan hier, hoor. Een stuk of 10, 11 geloof ik. En nu kunnen er wel iets van 47 staan, denk ik. Maar het was wel een hele gezellige fabriek, vond ik altijd. Het was ontzettend, als afdeling onder elkaar had je ontzettend veel vriendschap met elkaar en kameraadschap. En samen moeten we doen en de schouders eronder. En dat sprak me toch wel aan. Ja, want jullie gingen echt voor het bedrijf, hè? Om het bedrijf groter te maken. Nou ja, we kwamen natuurlijk in eerste instantie allemaal werken voor de centen. Maar het is natuurlijk wel zo, Polenorm is altijd een vrij sociaal bedrijf geweest. En vooral die sociale regelingen die ze hadden, dat heeft er toch wel toe geleid dat er een hele hoop mensen daar ook bleven en vele jaren daar gewerkt hebben. Omdat ze misschien wel ergens anders een paar centen meer konden verdienen, maar toch niet gingen omdat ze dus op hun plek waren en de sociale regelingen die ze mee snoepten. Die moesten ook op een gegeven moment financieel, was dat ook een soort extra inkomsten, laten we zo zeggen. Ja. En nu al weer wat jaren thuis? Ik ben nu bijna 8 jaar thuis. Nou, en dat bevalt ook goed? En ik ben er vervroegd uitgegaan. Dat kon toen ook nog, hè? Dat kon toen nou, ja. Ja. Ik was 61 en... kreeg ik dus de regeling om er dus vroeg uit te gaan. Dan heb ik met beide handen aangegrepen. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk, heel veel werken, maar er gaat zoveel vrije tijden zitten. Hè? Zeker. Nou, ik zou zeggen, geniet jij nog even van hier het samen zijn, maar vooral ook van je mooie leven nu thuis. Ja, nou, dankjewel.
Ja, niet alleen de heren zijn hier aanwezig, maar ja, Voedselpien, voorheen Polynorm, was zo groot dat er natuurlijk ook dames volop aan het werk waren. En laat ik die nu zo treffen. Wat was uw taak hier? Ik was telefoniste. Hoe was dat voor u? Ik ben 25 jaar geweest en toen kon ik in de VUT. Hoe bent u hier zo terechtgekomen? Ik kwam uit Duitsland en daar heb ik 7 jaar gewoond. En toen kwam ik in Spakenburg, kregen we een huis. En ik heb geen familie in de buurt. En ik wilde eigenlijk wel werken, wat toen nog niet zo heel gebruikelijk was in die tijd. En toen zag ik een advertentie in de Bunschotenbode. En werd de telefoniste gevraagd en ik heb opgebeld. En ik kon langskomen. En ik ben aangenomen. En hoe was dat om hier zo in Spakenburg te werken? Nou, ik vond het wel een leuk dorp. Ik vind het nog steeds een heel leuk dorp. Ik ben ondertussen wel naar Amersfoort verhuisd in een nieuwbouwwijk. Omdat we wat kleiner wilden. Was dit bedrijf voor u ook een beetje een thuisbasis? Nou ja, ik kom hier niet vandaan natuurlijk van oorsprong. Ik kom van oorsprong uit Den Helder. Dat is heel iets anders. Ja, maar dat u het gevoel had van het is thuiskomen hier op het bedrijf, hè? Jawel hoor, want ook familie en zo. Als die werk zochten, dan ging familie voor. En die werden dan aangenomen, Heidi. Ja. Maar u heeft er van genoten, de tijd dat u hier was? Ja hoor, ja, ja. Ik heb goede tijd gehad. Ja. Ik ga even naar de buurvrouw. Wat waren uw functies? Nou, ik kom hier eigenlijk ook niet vandaan. Ik kom oorspronkelijk uit Den Dolder. Toen ik getrouwd ben, zijn we hier komen wonen. En ja, naar omzwervingen hier en daar ben ik bij Polynorm terechtgekomen. En ik ben op een advertentie afgegaan voor de kantine. Want ik dacht, als ik eerst maar binnen ben, dan kom ik misschien wel verder. Maar er werd meteen gezegd, nou, we hebben wel een baan voor je op verkoop. Dus toen kon ik daar terecht. En sindsdien ben ik dan later doorverhuisd naar de receptie. En altijd gebleven? Altijd gebleven. En wat je net zei over als je van vakantie terugkomt en je ziet Polynorm, dan ben ik ook thuis. Henk en Klaas, twee oudgedienden. Hoe is het om terug te zijn op het oude Honk? Nou, dat is geweldig. Het is geweldig leuk dat we hier nu terug zijn en dat we alles eens mogen bekijken. En dat we ook rondgereden worden, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Ja. En want ja, hij dat allemaal lopen moet. Het is echt heel groot hier. En het was vroeger natuurlijk wel wat anders, want het was veel kleiner. Ja, het was, ja. Kijk, ik ben hier in 1966 gekomen. En ik heb hier echt de 40 jaar rondgelopen. En dan heb je Polynorm echt helemaal zien groeien. Van hal 1 en 2. Nou, en er waren nog een paar kleine helletjes verder ja, die voor opslag gebruikt werden. En dat was het. En ook als klein jongetje begonnen, ja, hè? Dan was dat eigen initiatief of zei je vader en moeder mooi op de Polynorm aan? Nee, in de leerschool begonnen hier ook. Dus je kwam van de LTS af. En het was eigenlijk de BBL-opleiding, hè? Wat nu dan BBL-opleiding heet. Dus het was 4 dagen hier op de bedrijfsschool en 1 dag naar school. Dus als ik het goed begrijp, is de bedrijfsschool hier altijd al geweest? Ja, die bedrijfsschool is hier denk ik van 1948 af. Polynorm was een heel modern bedrijf wat dat betreft. En ja, we hadden hier natuurlijk ook in die tijd directeuren. Dat waren allemaal jonge jongens die in de oorlog eigenlijk een beetje ja, niet tot recht gekomen waren. Maar na de oorlog ja, begonnen ze hier volop te ontwikkelen in de bouw en zo. Bijvoorbeeld Horowitz, dat was de eerste directeur van Polynorm. Die is er ook de uitvinder van de filichef. Dat vergeten wel eens een hoop mensen, maar hier werkt echt hoge technisch gekwalificeerde mensen. Ja, nou, ik geloof het. Het bedrijf is er niet voor niks, hè? Wel door jullie groot geworden. Ja, en waar heb jij altijd gewerkt? Nou, ik ben met mijn 14e jaar hier begonnen. Toen was ik hoofddozennieter, dus ik was alleen. Toen ging er een buurtgenoot van me weg, van het bedrijf af, dat was Henk de Velde. En die zei van ja, ik ga je tip geven, in het magazijn, dan vragen ze een jongen. Toen ben ik in het magazijn gaan werken, in het Grijzer magazijn. Daar heb ik een jaar of 14 gewerkt.
Toen kwam mijn vader op het idee om in de fut te gaan. Rickert de Jong, nou, die heb hier ook gewerkt. En toen zegt hij, ik zou het wel leuk vinden. En Henk zegt hij, hij mijn baantje over zou nemen. Mijn werk. Ik zei, nou, dat ga ik dan vragen. Dus naar de personeelschef Jan van der Goot. En toen zegt hij, ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Maar ik moet het opplakken op de borden, want dat moet natuurlijk iedereen moet de kans hebben. Nou ja, toen ben ik dat geworden. En ja, daar heb ik een hele... Ja, tot het einde eigenlijk van mijn carrière. Ik heb 45 jaar hier gewerkt. Heb ik daar gewerkt. Tot een bepaald moment dat Ruud Maas, jammer genoeg overleden. Ik had hem graag ontmoet hier al. Dat hij tegen me zei, Henk, zegt hij, er gaat een medewerker weg. Je kan wel op kantoor komen werken. Ik zei, beste man, hou op joh. Ik heb daar nooit een computer aangedaan. En heb ik heel... Wij gaan je dat leren. Nou, om het langer dan kort te maken. En dat heb ik dan de laatste 11 jaar gedaan. En toen kwam er dus een, ja, zeg maar een recessie. Toen was ik 59 jaar. En toen kwamen ze met een aanbod. Van nou Henk, dat en dat, als je wilt, kan je gaan. Ik zei nou, dat pak ik. En ja, ik ben nu 72. Dus ja, reken maar uit, ik ben er 13 jaar thuis. En dat heb ik met plezier, ik heb hier altijd met plezier gewerkt. Dit is een prachtbedrijf. Dat meen ik serieus. Met de sociale voorzieningen van vroeger. Vroeger, nou ja, ik weet het nu niet meer, dus ik zeg maar vroeger. Daar kan ik al wat verhalen van vertellen. Ook waar Klaas me nog wel in bepaalde dingen heeft geholpen. Met de ziek zijn van mijn zoon. Met Van Hendry, tot hij een long moest missen. Geweldig. Wilfert, jij komt net uit het eerste treintje al vandaan. Hoe was het? Een openbaring. Echt? Ja. En het was heel leuk in het treintje. Want in het verleden deed ik een rondgang 2 keer per week lopend. Dat ik verzorgde alle bezoekers als PR-man. En ik schreef hier ook de geschiedenis, fotografie. He? Maar gewoon wat ik allemaal gezien heb, nou je gelooft het niet. Vergeleken, ik ben al 20 jaar weg, maar vergeleken met toen, ja je kent het niet meer terug. Zo mooi allemaal, zo gelikt, al gerobotiseerd, nee, fantastisch. Maar wat bijzonder ook, dat het bedrijf er altijd nog is, want het hoort toch wel bij Spakenburg, toch? Ja, natuurlijk. Alleen de naam samen niet aan. We komen niet meer van vakantie terug dat we de polynorm zien, hè? Ik ben met vakantie gegaan, 20 jaar geleden, nooit meer teruggekomen. Ja. Hoe ben jij begonnen? Als vakantiewerker. Om een treinkaartje naar Tirol, naar Oostenrijk te verdienen. Ja. En ik ben gebleven. 40 jaar, nooit meer weggegaan. Ja, ik werkte een groot gedeelte voor mezelf en een gedeelte voor Polenwarm. Want de fotografie deed ik allemaal in eigen beheer. Vandaar. En de PR is er later bijgekomen. Maar ik heb ook in de productie gewerkt. En het laatst zat ik bij de directie. Ja. Zelfs dat zover. Niet als lid, maar omdat ik PR-man geworden was. Ja, ja. Ja. Goede ervaringen dus ook. Goede ervaringen hoor. Maar net wat ik zeg, toen het Voestalpine werd, ja, ja, toen kon ik gelukkig weg, want dat sprak me allemaal niet meer aan. Ja. Dan is het ook goed geweest, hè? En mooi om nu toch nog weer eventjes oude herinneringen op te halen. Dag hoor, dag. Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats.